Als ik iets mocht veranderen, is dat het beeld van de jeugd van tegenwoordig. We worden door ouderen neergezet als een onbeschoft volk. We kunnen niks. We zijn lui, vervelend, vermoeiend. We verpesten het straatbeeld. Kortom, ongeïnteresseerd en we doen alles fout. Aan dat beeld wil ik graag wat veranderen. Laten we de rollen nou eens omdraaien. Kinderen doen volgens de ouderen altijd alles fout. Be positive, always look at the bright side of life. De jeugd is niet nutteloos. De jeugd is de toekomst. Ouderen storen zich aan het telefoongebruik. Tijden veranderen en de jeugd gaat, zoals verwacht wordt, mee en ouderen blijven achter. Het probleem is op zich niet dat de ouderen achterblijven, maar dat ze zich eraan storen. Oma's die een gigantische telefoon kopen om met de tijd mee te gaan, zie ik ook niet echt zitten. Ouderen zijn er helemaal van vroeger, daar kan ik niks aan veranderen. Ik hoop alleen maar een beetje respect te krijgen voor de jeugd van tegenwoordig. Ook zit het schelden in het openbaar en in de huiselijke kring maar niet lekker. Het wordt dagelijkse kost het schelden. Schelden is zinloos. Je hoort het overal. Je doet de mensen pijn mee. Kortom, je schiet er niks meer op. De jeugd vertegenwoordigt scheldt veel. Het wordt met de dag erger. Het veranderen wordt helaas moeilijk, want het gebeurt al heel lang, al vele generaties. Het schelden met erge ziektes of een handicap of het homo zijn. Het schelden met ziektes raakt mensen. De mensen die zulke vreselijke ziektes hebben, moeten dagelijks met zulke vreselijke ziektes dealen. Daarom sterven dus ook duizenden aan zulke vreselijke ziektes. Ook wordt er geschonden met beperkingen en handicaps. Hiermee word je geboren. Je kan er simpelweg niks aan doen. Kan er niet een beetje respect zijn voor mensen met een beperking? Ik vraag om iets wat lastig blijkt te zijn. Maar ik vind dat het proberen waard is. Hetzelfde geldt voor het homo zijn. Homo ben je, daar valt ook niks aan te doen. Het enige waar ik om vraag is respect. Een beetje respect. Ik hoop dat in de toekomst iedereen op deze wereld kan zijn wie hij of zij is en dat hij of zij zich daar niet voor hoeft te schamen. Kortom, jeugd van tegenwoordig heeft veel positieve kanten en helaas ook wat negatieve kanten. Maar als we allemaal een steentje bijdragen en een beetje meer respect tonen, wordt deze samenleving nog beter dan hij is. Dank u wel.